Ja, mijn vader en mijn jonge broer zijn 66% alcoholsyndromen. Van hij is een avond gevochten en zo. Dus, Ja, met kinderen, als kinderen ben ik zo nummer 1 voor bij te staan, zie je zo. Hè. Ik doe zelf een mantelzorg. Dus, Ik weet wat dat wil zeggen als je hulp nodig hebt, dat er iemand is. Ja. Oh, dat is een zeer moeilijke vraag. Dat zou misschien wel heel positief zijn, maar of dat realiseerbaar is, ik weet dat niet. Is dat Genk? Ja, eigenlijk wel. Hoe meer, hoe beter, hè, vind ik. Hè. Dus, dat zie je zo, hè, dat mensen, vooral deze moeilijke periodes, hè, dat er altijd mensen zijn in nood. Hè. Je moet ook een klein beetje kijken wat hier in de gaande is. Hè. Er zijn mensen genoeg die nu momenteel werkloos zijn, die niks aan het doen zijn de hele dag, die hebben niks om handen. Jongere mensen. Ik vind wel dat ze die mocht aanzetten van een hand te helpen. Ik zelf een coach. Ik kan mezelf heel goed helpen nog op het moment. Gezondheidscoach. Heel belangrijk. Qua voeding, ja. Beter met mijn geld om te kunnen gaan. Ja, voor de rest gaat het goed eigenlijk. Ja. Ja, ik ben gelukkig, dus ja. Mensen worden op dit moment al vaak geholpen door mensen die ze kennen, die zich in een netwerk zitten. Maar wij merken tegenwoordig dat het niet voor iedereen vanzelfsprekend is dat je een netwerk hebt. Dus vanuit de stad zijn we ons aan het beraden over manieren om dat netwerk te bouwen rond mensen die het niet hebben.